Goedendag, mijn naam is Aart, ik krijg een vraag over augustus 2016. Je krijgt een functie gegeven in deze vorm hier. Welke functie dat is? X min sinus x, x min sinus x, x min plus sinus x, x plus sinus 2x. Nu, x heeft deze vorm, die stijgt constant naar boven. Sinus x gaat door 0 en gaat naar boven. Min sinus gaat door 0 en naar beneden. Sinus van min pi 2 is min 1 en sinus van pi is 0. Dat gaan we gebruiken om het te berekenen. Ja? Nu, hoe gaan we dat doen? Wel, eerst en vooral gaan we dat puntje bekijken. Dit punt hier zal is 3 ongeveer pi, dit is pi gedeeld door 2 ongeveer, goed kijk, ja. Nu, we gaan dit punt bekijken, ja, welke van die daarvoor doet. Nu, e tot met x is hier ongeveer gelijk aan 0, omdat pi omdat negatief getal is. Dan gaan we kijken, wat gebeurt met de sinus? Sinus van 2x is sinus van 2 van pi, wordt dan sinus van 2 keer 2 pi, gedeeld door 2, is sinus pi, is ongeveer 0. Hier staat 0 geschreven. Die kan je gebruiken. Als je sinus van x gebruikt, ja, dan krijg je sinus van 2pi, die is 1, of min 1. Dan ligt het niet bij 0. Dat betekent dit hier, ja, zal sinus 2x zijn. Dus die 2, b en c, sorry, niet d, maar b en c zijn zeker niet mogelijk, omdat sinus 2x moet zijn. Nu vraag ik me nog af, ja, heb je plus of min sinus 2x? Als je hier kijkt, ja, gaat de functie x gaat naar boven, maar de functie gaat naar beneden. Dat betekent dat de sinus ook naar beneden moet gaan. En dan heb je dus min sinus x. Dat betekent een minfunctie, want die gaat naar beneden, sinus x gaat naar boven. Dus min sinus x, dat betekent de functie x min sinus 2x. Dat is de enige functie die geldt niet. Wel, ax is x min sinus 2x. Dank u wel.